We waren best goed op weg, maar we staan weer meer in de file. De Maas, waar ik van de Maasvlakte vandaan naar huis, is 90 kilometer. Daar ben ik sommige avonden ben ik 2 uur en een kwartier op bezig. En verder in nieuws vandaag. Stakingen leggen een deel van België plat. En steeds meer ratten in Nederland. Goedenavond. De files in ons land nemen weer toe en daarmee mogelijk ook de schade voor onze economie, terwijl het de laatste jaren juist de goede kant op ging. Vorig jaar kostten de files zo'n 800 miljoen euro. De top 3. Op 3 ligt de A58 tussen Galder en Batadorp. De schade daar 7,2 miljoen euro per jaar. Op 2 staat de A27 tussen Gorkum en Hoijpolder. Daar stilstaan kostte het vrachtverkeer 7,4 miljoen euro. En de duurste files staan op de A15 tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Het traject bij Rotterdam leverde vorig jaar een schadepost op van 9,6 miljoen euro. Aan het begin van de avondspits rijdt het nog aardig door op de A15. Het duurste knooppunt van vorig jaar is dit jaar namelijk aangepakt. Er zijn extra rijstroken gekomen en een parallelbaan voor het plaatselijke verkeer. Hier uit Rotterdam vandaan is het een stuk beter geworden. Dat is een goede oplossing, maar nu beginnen de problemen hier ook. Ja, want? Hier bij Papendrecht. Daar moeten ze ook nog een paar bandjes bij leggen. Dit is hier toch altijd één drama. Het begint hier met de tunnel en het is tot aan Harnisveld, is het gewoon potdicht. Want hier bij Hendrik Ido Ambacht loopt het verkeer alsnog vast. Nu de economie wat aantrekt, komen er bovendien meer auto's op de weg. Terwijl de schade van de files nu al veel te hoog is, zeggen de vervoerders. Ook dit jaar toch weer een aanzienlijke 800 miljoen euro. Het is een schade die natuurlijk voor de rekening van de BV Nederland komt. Bedrijven als Daily Excel, met dagelijks 400 vrachtwagens op de weg, merken al dat de files toenemen en daarmee ook de kosten. Het is dus afschrijving van de wagens, het is de chauffeur in zijn uren. Maar het allerbelangrijkste is dat onze klanten daar last van hebben. Wij doen dus ons best om op tijd te komen door ofwel om de files heen te plannen en te zorgen dat we op de locatie al zijn voordat de files ontstaan. Of te accepteren dat we in de file staan en dan kost het ons tijd en dus geld. Het kabinet heeft tot 2028 al ruim 30 miljard euro uitgetrokken voor een betere doorstroming op de wegen. Maar nog meer geld voor asfalt, zoals de vervoerders willen, is volgens deskundigen niet nodig. De bevolkingsgroei is bijna tot stilstand gekomen. De werkgelegenheid is mede door de crisis ongeveer stil komen te staan. Jongeren zijn misschien wat minder autogericht dan jongeren in het verleden. Al met al is het zeer twijfelachtig of nog veel meer asfalt bovenop wat we al gaan bouwen wel nuttig is. Maar volgens de vervoerders zijn er 14 dagelijks knelpunten die nodig aangepakt moeten worden. Waaronder deze op de A27. Pas als dat gebeurt kan de economische schade echt omlaag. Je praat nu nog over 800 miljoen euro. We hopen dat verder terug te brengen. Nihil is natuurlijk de droom, maar dat zijn we realistisch genoeg voor om dat niet te verwachten. Ja, volgens minister Schultz van Infrastructuur zijn de knooppunten bij het ministerie bekend. En ook zegt ze dat het grootste deel al wordt aangepakt of op korte termijn zal worden aangepakt. Overigens staan er op dit moment lange files bij de Koentunnel. De tunnel is al meer dan een uur in beide richtingen afgesloten. Door een storing in het bewakingssysteem sprongen vanmiddag alle rode kruisen boven de weg aan. Nou, die storing is inmiddels al wel verholpen, maar de weg is nog tot 8:30 dicht. Wie vandaag in de buurt van Antwerpen moest zijn, kon er niet omheen. Treinen, bussen en trams reden niet. Scholen en crèches waren dicht. En in de haven bewoog geen enkele hijskraan. Allemaal het gevolg van een uitgebreide estafettestaking van de Belgische vakbonden. Ze zijn woest over de nieuwe bezuinigingsplannen van de regering. Zoals de maatregel om de pensioenleeftijd te verhogen. Het zijn de meest overtuigde stakers van België en ze begonnen al vroeg. Want de dokwerkers van de Antwerpse haven zijn kwaad op hun nieuwe regering. De lasten worden niet eerlijk verdeeld. De rijken, de vermogenden, die worden buiten schot gelaten, krijgen cadeaus van de regering, lastenverlagingen en wij betalen de rekening. De Belgische bonden staken tegen de aangekondigde besparingen en hervormingen. Net zoals in Nederland moet bijvoorbeeld ook in België de pensioenleeftijd omhoog. Kan absoluut niet, zeggen de dokwerkers. Ik ben een koper, dat wil dus zeggen dat we dikwijls op een boot 20 meter hoog moeten klimmen met materiaal
Stel dat voor, binnen een mond is het ontsnieuwen met een gevoelstemperatuur van min 20 graden in de sneeuwstorm. Ons materiaal moeten gaan zoeken onder de sneeuw, gaan uitkappen in thuis. Hoe gaat dat toen als je 67 jaar? Dat wil ik eens weten. Staking in Antwerpen, dat betekent kranen die stilstaan, treinen die niet rijden en kantoorpersoneel dat alleen stiekem via een achteringang op het werk kan komen. Bij transportbedrijf DTM kon geen enkele vrachtwagen uitrijden. Dat kost de eigenaar duizenden euro's. Hij begrijpt niets van de bonden. Ik denk dat we gezien de vergrijzing daar iedereen zijn steentje moet in bijdragen. En dat de pensioenleeftijd iets naar boven gaat, is voor niemand prettig. Maar ik vrees dat dat een noodzakelijk kwaad is. Je moet een beetje hetzelfde doen als Nederland al gedaan heeft. Ja, en ik denk dat er veel naburige landen al die stappen ondernomen hebben. Wij zijn als België iets later daarin. Het is hoog tijd dat het gebeurt. Ik denk het wel. Maar volgens de bonden moeten de besparingen van tafel en hebben de stakingen wel degelijk nut. Wij hopen dat inderdaad effect gaat hebben, dat wat maatregelen die nu aangekondigd zijn, dat die gaan aangepast worden en dat alle lagen van de bevolking moeten meesteentje bijdragen. Maar de regering heeft al gezegd, we gaan gewoon door met onze plannen. Ja, dat zullen we dan zien hoe dat de regering erover denkt. Ik denk dat wij dan ook gaan doorgaan met onze plannen. De acties zijn voorlopig nog niet voorbij. De Belgische bonden gaan ook de komende 3 maandagen staken. Dit zijn schilderijen uit de omstreden collectie van Cornelis Gurlied, de kunsthandelaar uit München die afgelopen mei overleed. Veel van deze werken zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's gestolen. Toen het Kunstmuseum in Bern de collectie erfde, hadden ze dan ook een half jaar bedenktijd nodig. Vandaag lieten ze weten de collectie toch te aanvaarden. Die Entscheidung, meine Damen und Herren, ist dem Stiftungsrat alles andere als leicht gefallen. Und Triumphgefühle löste sie schon gar nicht aus. Solche wären auch völlig unangebracht angesichts der Geschichte, die auf der Kunstsammlung lastet. Het was een moeilijk besluit voor het Kunstmuseum Bern. Door het testament van Cornelius Gurlied krijgt het een geschenk met een enorme extra last. Een lange reeks rechtszaken van nabestaanden die de geroofde kunst van hun voorouders terugeisen. Daarom is met de Duitse regering afgesproken dat die de werken voorlopig beheert en opkomt voor de kosten van al die rechtszaken. Wird die Provenienzforschung für alle Werke fortführen, für alle, bei denen ein NS-Raubkunstverdacht nicht ausgeschlossen werden kann. Das ist eine sehr umfassende Formulierung. Diese Werke bleiben bis zum Abschluss der Arbeiten in Deutschland und werden weiterhin und zunächst in München verwahrt. Een jaar geleden werd de kunstwereld verrast door de vondst van ruim 1000 werken in de woning van Gurlied in München. Hij had ze van zijn vader geërfd. In mei overleed hij op 81-jarige leeftijd en liet de collectie per testament na aan het Kunstmuseum in Bern. We praten door met correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Ja, Wouter, het was dus een moeilijke beslissing voor de Zwitsers, maar toch hebben ze die erfenis geaccepteerd. Ja, het is voor de Zwitsers iets waar ze eventjes goed over na moesten denken en vooral goed over moesten onderhandelen met de Duitse regering. Het is eigenlijk een soort vergiftigd geschenk. Je krijgt een paar honderd prachtige kunstwerken, waarvan veel nog niet eens bekend was dat ze überhaupt bestonden voordat die verzameling vorig jaar gevonden werd. Maar er hangen heel veel rechtszaken aan. Dus ze moesten er eventjes over nadenken, maar hebben nu een soort win-win situatie gekozen. Zij krijgen alle werken die niet omstreden zijn. En de Duitse regering die zorgt ervoor, vanwege de historische schuld van Duitsland, heeft Duitsland het op zich genomen om te zeggen, wij zorgen voor de opslag van die dingen. Ze blijven voorlopig in Duitsland, alles wat omstreden is. Duitsland zorgt voor het onderzoek wat nodig is om te kijken van wie het is. En alle rechtszaken, dat is natuurlijk het belangrijkste, dat kost heel veel geld en heel veel tijd. Al die rechtszaken zal Duitsland afhandelen, dus de Zwitsers krijgen alleen wat niet omstreden is. Dus ze krijgen een mooie verzameling, of misschien de helft daarvan, en de rest gaat terug naar de rechtmatige eigenaar. Ja, maar Duitsland is hier dus nog niet vanaf. Nee, nog lang niet. Er loopt intussen ook nog een hele andere zaak, namelijk van de erfgename, de familie van Gurlied. De nicht van Gurlied heeft gezegd, hij was een half jaar geleden toen hij zijn testament opmaakte, vlak voordat hij overleed, was hij niet bij zin. Hij was paranoïde. Hij dacht dat hij vervolgd werd door nazi's of zo. Dus hij was eigenlijk helemaal niet toerekeningsvatbaar om dat testament op te stellen. En ook zo'n kwestie, dus een testament aanvechten en dat ongeldig laten verklaren, kan heel lang duren. En dan lopen er inderdaad nog heel veel zaken. Maar dat is voor Duitsland natuurlijk ook de gelegenheid om een keertje te laten zien dat ze ook op dit
dit gebied het verleden aankunnen. Duitsland heeft de afgelopen 60 jaar heel veel gedaan, heel veel goeds gedaan. Op het verwerken van het bruine verleden, het nazi-verleden. Alleen die kunst is er altijd heel bekaaid van afgekomen. Er hangen nog steeds heel veel kunstwerken in Duitse musea die eigenlijk van iemand anders zijn. Nabestaanden moeten vaak heel veel moeite doen en jarenlange processen aangaan om die dingen terug te krijgen. Dit is voor Duitsland ook een kans om dat verleden een keertje goed te maken. Wouter, dankjewel. Ja, meer geld naar defensie. Dat was de harde afspraak die de NAVO-landen 2 maanden geleden maakten. Want de wereld is veranderd door de opkomst van de terreurorganisatie Islamitische Staat. En door de bemoeienis van Rusland met Oekraïne. Maar nu moet dat geld ook nog op tafel komen. De nieuwe NAVO-chef Stoltenberg zat er vandaag bovenop op de grote NAVO-vergadering in Den Haag. Ook premier Rutte belooft meer geld, maar heeft dat nog niet. Volksvertegenwoordigers uit 28 NAVO-landen samen in Den Haag. En een heleboel waarnemers uit niet-NAVO-landen. En allemaal kijken ze naar de nieuwe NAVO-baas, Jens Stoltenberg. En ze horen zijn pleidooi. The time has come to stop cuts. We must invest more in defense and spend our money better. Toch bezuinigt Nederland nog steeds. Premier Rutte kan alleen maar beloven dat hij zijn best gaat doen. Extra geld is er nog niet. Wij zijn van plan om de komende jaren, als het mogelijk is, en dat zullen we per jaar bekijken, in ieder geval niet meer te bezuinigen op defensie en zo mogelijk meer geld uit te geven aan defensie. Maar juist zo'n vage toezegging vindt NAVO-partner Amerika lang niet genoeg. The United States spends more than double than what is spent in Europe. Russia has an economy that's about the same size as Italy, but yet it has a military force that threatens Europe. So this is a time, obviously, for Europe to rededicate itself to spending in ways that go directly to both NATO and European national security. De NAVO-landen die hier allemaal in Den Haag vergaderen, die hadden al afgesproken dat ze meer zouden gaan uitgeven aan defensie. Vooral de Amerikanen willen dat, want die vinden dat Europa nou ook maar eens moet gaan meebetalen. Het probleem is alleen dat Nederland bijvoorbeeld dat geld helemaal niet heeft. Het enige wat premier Rutte kan beloven is dat hij wat minder hard bezuinigt op defensie. Maar extra geld, dat is iets voor een volgend kabinet. Maar ook in Amerika worden veranderingen doorgevoerd op het gebied van defensie. Zo maakte de Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel bekend dat hij zijn ontslag heeft ingediend. Volgens media in de VS gebeurde dat na druk van president Obama. Hagel was de enige republikeinse minister in de regering. Hij blijft aan totdat Obama een opvolger heeft gevonden. Over nearly 2 years, Chuck has been an exemplary defense secretary, providing a steady hand as we modernized our strategy and budget to meet long-term threats while still responding to immediate challenges like ISIL and Ebola. Thanks to Chuck, our military is on a firmer footing, engaged in these missions and looking ahead to the future. Thank you, Chuck. Chuck Hagel, een prachtkerel. Niets dan lof. Maar waarom moet hij dan weg? Volgens de media en de VS is er, ondanks deze beleefdheden, wel degelijk oneenigheid. Hagel wordt geofferd omdat Obama in deze tijden van grote, nieuwe dreigingen een krachtige leider nodig heeft op defensie. Thank you very much. And as the president noted, I have today submitted my resignation as Secretary of Defense. It's been the greatest privilege of my life, the greatest privilege of my life to lead and most important to serve with the men and women of the Defense Department and support their families. I am immensely proud of what we've accomplished during this time. Thank you very much. En Hagel wordt vriendelijk bedankt. Nu mag zijn opvolger er tegenaan om te doen wat hem niet lukte. Er zijn geen nieuwe gevallen van vogelgriep vastgesteld in Kamperveen. Dat zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. Alle pluimveebedrijven rondom de 2 besmette bedrijven zijn onderzocht. De 32 bedrijven in de omgeving hoeven daarom niet te worden geruimd. Eerder werden op 3 bedrijven in Kamperveen alle vogels gedood. In het hele land blijft de ophokplicht gelden. Het vervoersverbod werd gisteren opgeheven. Willem Holleder blijft voorlopig op vrije voeten. Zijn voorlopige hechtenis in het Andes-proces is geschorst tot de uitspraak. Die wordt komende maand verwacht. De zaak die vandaag voor de rechtbank begon gaat over de afpersing van de voormalige president van de Hells Angels in Amsterdam. Iran en 6 grootmachten hebben geen akkoord kunnen sluiten op de nucleaire top in Wenen. Ze wilden uiterlijk vandaag een overeenkomst over het Iraanse kernprogramma, maar dat is niet gelukt.
Onderhandelaars van onder meer Amerika en Rusland hoopten dat Iran zou stoppen met het omstreden kernprogramma. In ruil daarvoor zouden internationale sancties worden beëindigd. Het Westen vermoedt dat Iran bezig is om een kernbom te maken. Maar volgens Teheran gaat het alleen om de ontwikkeling van kernenergie. Volgende maand is er opnieuw overleg. Een vrouw uit Sydney wordt vervolgd voor poging tot moord omdat ze haar pasgeboren zoontje heeft achtergelaten in een afvoerbuis langs de weg. Het is een wonder dat het kind nog leeft, want het is nu bloedheet in Australië. Het kindje lag er waarschijnlijk al 5 dagen. Fietsers hoorden hem huilen. Het jongetje is er nog niet helemaal bovenop, maar hij is al wel buiten levensgevaar. De vader van koningin Maxima, Jorge Zorreguieta, is weer in het openbaar verschenen. Hij bezocht een polowedstrijd. Vorige week meldde Argentijnse media nog dat de vader van koningin Maxima was overleden. Maar dat bericht werd later weer ingetrokken. Jorge Zorreguieta is ernstig ziek. Hij heeft leukemie. Staatssecretaris Dekker blijft erbij. TV-programma's als Animal Crackers en Ranking the Stars horen niet bij de publieke omroep. Maar wat mag de publieke omroep in de toekomst dan wel? Die vraag is toch moeilijk te beantwoorden, bleek in de Tweede Kamer. Daar spraken ze de hele dag over de plannen van de staatssecretaris. Die wil vooral minder amusement bij de NPO. Hier zijn we weer met BNN Ranking the Stars! Bijvoorbeeld Ranking the Stars. Mag het straks nou wel of niet bij de publieke omroep? En wie gaat er uiteindelijk over? Hij, staatssecretaris Dekker, heeft een stellig uitgangspunt. Amusement voor het amusement, daar moeten we mee stoppen. Of hij, Henk Hagoort, de baas van de NPO, die kijkt er duidelijk anders naar. Het gaat er vooral om dat het publiek de programma's krijgen die ze waarderen. Dekker deed vorige maand iets wat zijn voorgangers nooit durfden. Hij noemde een aantal programma's die wat hem betreft niet bij de publieke omroep thuishoren. Waarom? Omdat als je het hebt over een scherpere taakopdracht voor de publieke omroep, dat mensen ook verwachten dat je een indruk kunt geven over wat dat dan precies betekent. Maar moet hij zich er wel zo gedetailleerd mee bemoeien? Daarover verschillen zelfs de coalitiepartijen met elkaar van mening. Het is iets anders als wij hier per decreet gaan bepalen welk programma wel en niet op de buis kan komen. En dat heb ik de staatssecretaris ook niet zien doen, nog horen doen. Ik zou het gepast vinden als politici in het algemeen zich verder houden van wat past er wel en wat past er niet. Maar wij kunnen wel iets vinden ergens van. Tenminste, mijn fractie doet dat af en toe. Met alleen iets vinden verander je het bestel niet, weet Dekker. We gaan in gesprek met de NPO in Hilversum om te zorgen voor de concrete uitwerking. Er zijn best nog wel hier en daar wat vragen bij. Maar de principes daarover is vandaag gezegd, ga je gang. Dit zijn goede dingen om de publieke omroep naar de toekomst toe sterk te houden. Dekker wil er snel mee beginnen, maar de uitkomst van het gesprek lijkt nog lang niet vast te staan. We vinden het belangrijk dat wij kunnen uitleggen welke programma's we met belastinggeld maken. Maar we luisteren daarbij vooral naar het publiek, meer dan naar de politiek. En dus is de vraag of er straks nog plek is voor Ranking the Stars voorlopig nog niet te beantwoorden. In ieder geval is de Champions League vanaf volgend jaar niet meer te zien bij de publieke omroep. De NOS heeft niet geboden op de uitzendrechten van de voetbalwedstrijden. De commerciële omroepen RTL en SBS hebben wel een bod gedaan. Ja, het is weinig fris nieuws. De zwarte en bruine rat komen steeds vaker voor in ons land. Dat merken ongediertebestrijders. Ze worden steeds vaker ingezet. Na 1 januari zijn die ratten nog moeilijker te bestrijden, want dan mag er geen gif meer worden gebruikt. Rattenvanger mag je hem niet meer noemen. Ongediertebestrijder wel. De eerste rattenval langs de vaart vandaag, geen succes, leeg. Ik heb eventjes de klemmetjes gecontroleerd of ze nog goed werkten, dus ik heb ze eventjes af laten gaan. Daarna heb ik er dierlijk vet in gedaan, toch om te kijken of de bruine rat eventueel gelokt kan worden. Volgens de rattenbestrijders komen er steeds meer ratten, zoals deze opgezette exemplaren. Heeft onder andere te maken met de zachte winters. We komen ze eigenlijk overal tegen, dus eigenlijk door het hele land, of, zoals hier langs het water, maar ook bijvoorbeeld de bouwprojecten waar heel veel gebouwd wordt. Daar komen wij ze tegen. Ook in woonwijken waar de bewoners bijvoorbeeld wat minder goed omgaan met het vuil. Hier zit wel gif in. Dat heb ik in plastic zakjes erin zitten en vast in de kist. Om te zorgen dat ze dus niet meegesleept kunnen worden of dat dieren of honden of wat dan ook ervan kunnen vreten. Vanaf 1 januari mag dit gif buiten niet meer gebruikt worden. Een klem is het in één keer afgelopen met de rat als die erin komt. En gif duurt toch langer. Plus het feit dat gif natuurlijk in het milieu terecht kan komen. Dat er met veiligheid te maken heeft. Dus ook zeer zeker goed om met klemmen te werken. Voorkomen is beter dan vangen.
De beste bestrijder van de rat is de burger zelf. Mensen creëren heel vaak zelf situaties waar plaagdieren zich prettig bij voelen. Denk aan slechte hygiëne of denk aan bouwkundig slechte staat. De plaagdieren zijn altijd op zoek naar schuilplaatsen. Daarnaast zoeken ze ook voedsel. Dus eendjes voeren mag, maar niet te veel oud brood. Dat de rat met een klem moeilijk te vangen is, blijkt vandaag maar weer. Helaas, volgende keer weer beter. Hevige regen in het zuiden van Marokko heeft dan zeker 17 mensen het leven gekost. Zo'n 20 mensen worden nog vermist. Vooral de zuidelijke regio Goulmim is zwaar getroffen. Zo'n 200 mensen zijn inmiddels uit het gebied geëvacueerd. Het water kwam snel en onverwacht. De rivier nam alles mee wat hij tegenkwam. Een aantal auto's werden door het water meegesleurd. Bestuurders probeerden via een brug de rivier over te steken, maar dat ging helemaal mis. Ook de nabijgelegen dorpen en steden worden door het snel stijgende water verrast. Tientallen huizen zijn hier verwoest. Op een aantal plaatsen moest het leger in actie komen. Wegen zijn door het hoge water niet meer begaanbaar. Zo konden deze mensen alleen met een helikopter worden geëvacueerd. Het gebied kampt al een tijd met extreme droogte. Regen was eigenlijk meer dan welkom, maar niet in deze hoeveelheden. Het slechte weer houdt waarschijnlijk tot en met morgen aan. Gaan gelijk door naar Willemijn. Waar komt ineens al die regen vandaan? Ja, dat heeft meerdere redenen. Eén daarvan is een heel groot, krachtig, hoge drukgebied. En dat bevindt zich met de kern boven Rusland. Maar dat breidt zich, of dat heeft zich wat meer richting het westen van Europa uitgebreid. En dat houdt eigenlijk allerlei depressies en storingen, in ieder geval bij ons uit de buurt. Maar ja, die regen, als het niet hier valt, dan valt het daar. En dat betekent dus ook in Marokko. Afgelopen dagen was dat ook het geval. Als we gaan kijken hoe het de afgelopen uren is geweest, dan viel het eigenlijk wel mee met de neerslag daar. Gelukkig ga je van de andere kant, dan sta ik ervoor. En ook voor de komende 24 uur zit er nog maar weinig in de verwachting. Maar voor eind van de week zit er toch opnieuw een portie neerslag in de verwachting, waar je u tegen zegt, dus de problemen zijn nog niet voorbij. Morgen even een adempauze. Maar goed, dat is morgen. Wij gaan naar ons eigen land kijken. Ook Europa breed weer, krijgen we weer het satellietbeeld te zien. Datzelfde grote, hoge drukgebied wat bij ons dat rustige najaarsweer veroorzaakt. En daar hebben wij de komende tijd dan toch nog steeds mee te maken. We krijgen misschien wel even een wat natter intermezzo, maar morgen in elk geval nog niet. Als we kijken naar wat de komende 24 uur ons gaat brengen in ons eigen land, dan zitten wij nog steeds onder hoge drukinvloeden. De bewolking gaat in de loop van de dag morgen langzamerhand wel wat toenemen, maar neerslag van betekenis gaat er morgen overdag in elk geval niet bij ons vallen. Vannacht kan er verspreid wat mist ontstaan. Het wordt er koud, vooral landinwaarts daalt de temperatuur tot om en nabij het vriespunt. En aan de grond gaat het op enkele plaatsen ook licht vriezen. Er is ook maar heel weinig wind vannacht. En ook morgen overdag. En dat betekent dat het daar waar die mist vannacht ontstaat, het ook echt wel even kan duren voor morgen de zon tevoorschijn komt. Op andere plaatsen waar die mist dan niet ontstaat, nou, daar komt die zon dan natuurlijk sneller tevoorschijn. In het zuiden van ons land is het morgen een graad of 8. En het blijft droog. Ook in het midden van het land natuurlijk droog weer. Daar wat wolkenvelden. Later op de dag vanuit het zuiden wordt die bewolking ietsjes dikker. Temperatuur begint langzaam ietsjes op te lopen. 8 à 10 graden in deze regio. En echte 10 graden waardes die zien we dan vooral terug in het noorden van ons land. Met ook daar wat wolkenvelden. En misschien wat dikkere bewolking ook op de Waddeneilanden. Droog weer dus in deze regio. Morgen overdag. En wat gebeurt er dan woensdag? En dan moet ik deze kaart helemaal niet krijgen. Dus we doen het gewoon deze keer. Nee, die heeft er ook geen zin in. Die wilde ik u laten zien. Woensdag krijgen we te maken met regen. Dat is een beetje dat natte intermezzo waar ik het over had. Ook donderdag kan er wat neerslag vallen. Het wordt dan nog steeds 10 graden. Iets te zacht voor de tijd van het jaar. En dan daarna, richting het weekend, keert dat droge, rustige najaarsweer weer terug. Tot zover het NOS Journaal van 8 uur met als belangrijkste nieuws. De files die elke dag weer op de Nederlandse wegen staan, zijn een grote strop voor bedrijven. Vorig jaar kosten ze in totaal zo'n 800 miljoen euro. Straks om 10 uur in Nieuwsuur aandacht voor de Amerikaanse plaats Ferguson. Daar wachten ze in spanning af op de uitspraak van een jury over een blanke politieagent die een zwarte tiener doodschoot, met alle maatschappelijke onrust van dien. Dat is op NPO 2. Ik wens je nog een heel mooie avond.
NOS.nl is vernieuwd. Nog meer nieuws en sport. Meer live dan ooit. Je bent erbij terwijl het gebeurt.